We staan hier in Amersfoort op De Hoef, een kantoren- en bedrijventerrein midden in Amersfoort. Dit hele gebied maakt momenteel een flinke transformatie door. Waar voor een paar jaar terug nog volledig werd gewerkt, wordt dit nu een plek waar zowel gewoond wordt, gewerkt wordt als geleerd wordt. En hier achter mij zie je eigenlijk een van de eerste grootste transformaties in dit gebied. Je zult het bijna niet zeggen, maar vroeger was dit het oude Schuitema-kantoor van een supermarktconcern. En dit gebouw, kantoorgebouw, hebben we volledig getransformeerd tot woongebouw. En hier in het midden is eigenlijk het hart van het gebouw. Dus het enorme trappenhuis, de liften. En hier gebeurt eigenlijk alles. Hier ontmoeten ook de mensen van de verschillende vleugels elkaar. De Alliantie heeft dit gebouw in 2018 aangekocht. En wij zagen kans om hier op een hele snelle manier woonruimte te bieden voor mensen die in Amersfoort met spoed een woning zoeken. We zijn begonnen samen met vastgoedbeheerder GAP, met zorgpartijen Quintus, het Leger des Heils en de tussenvoorziening om een concept uit te werken waarbij jonge mensen een kamer kunnen huren en met elkaar voorzieningen delen. En dat gebeurt eigenlijk allemaal daar, in die vleugel. Terwijl zij daar aan de gang waren, gingen wij meteen verder om aan die kant van het gebouw appartementen te realiseren. Dat had wel wat meer voeten in de aarde. Alles moest gestript worden in het gebouw. We hebben balkons aan de buitenkant gemaakt. We hebben dus 53 appartementen gemaakt die allemaal een eigen badkamer en een eigen keuken hebben. Op het dak liggen meer dan 200 zonnepanelen. En de appartementen zijn aardgasloos. Ja, en nu zijn we eigenlijk gewoon de trotse eigenaar van een heel mooi woongebouw.